Hey kijkers en kijkers, welkom bij weer een nieuwe video van ons Minecraft pretpark. En welkom bij, als het goed is, alweer aflevering 19. En vandaag gaan we weer gewoon lekker verder met het bouwen van ons pretpark. En mijn verzoeken zijn beantwoord. Ik heb een handige reactie binnengekregen, namelijk die van Matty Stas. En hij zei, gebruik 25% core dirt, 30% terracotta, 15% jungle, spruce, oak wood planks en op de bovenkant gras. Nou, die heb ik geprobeerd en ik heb hem een klein beetje aangepast, namelijk naar dit. Dus dat is iets minder druk met drie verschillende soorten hout. Nu vind ik zelf dat hij er echt netjes uitziet. Dus Matty Stas, ontzettend bedankt voor jouw reactie. Want hierdoor kunnen we lekker verder gaan met bouwen. Dus wat het op neerkomt, ik zal het even laten zien. We gaan even een gebiedje selecteren. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe het eruit ziet. Slash speed 10. Kijk, dat is nog eens snel. Zo. Slash slash post 2. Zo, en nu slash slash rip. Nee, ctrl V, ik heb hem hier staan. Zo, let op, komt ie. Tada! Oké, nu denken sommigen misschien, wat is dat? En dan denk ik, ja, het is helemaal goed. Ik denk eerlijk gezegd ook dat je niet heel veel beter kunt krijgen op dit moment in Minecraft. Dus ik vind het helemaal goed. We gaan het hiermee doen. En dan gaan we hier bovenop gaan we dan een laag doen met gras. Dan doen we gewoon slash brush, cylinder, gras, 20, slash mask. 172,woeddul.3,durdul.1. Zo, en als het goed is kunnen we dan, ja precies, dan kun je dit helemaal zo maken. Dus ik ga het nu nog eventjes weghalen. Ik ga eerst even het hele landschap hier omzetten. En eerlijk gezegd, ik denk dat het er straks wel cool uit komt te zien. En ik zat te denken, misschien kunnen we hierboven ook wel met iets anders gaan werken. Bijvoorbeeld een achtbaan erop. Een houten achtbaan. Want we moeten nog wel een houten achtbaan bouwen. Tenminste, ik vind dat we nog een houten achtbaan moeten bouwen. Dus ik denk dat ik daar ook aan ga beginnen. Dus ik ga eerst een beetje dit landschap iets lager maken. Zodat we er ook echt een achtbaan op kunnen bouwen. En dan ga ik... dan gaan we alles gewoon lekker... lekker Mexicaans maken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. En ja, ik ga lekker versnellen. Dus tot zo.
Nou, ik denk dat we een aardige vooruitgang geboekt hebben. Het ziet er serieus wel redelijk netjes uit. Ja, het ziet er natuurlijk niet perfect uit, maar het ziet er best wel Mexicaans uit, al zeg ik het zelf. En we hebben hier nu wat meer ruimte om nog wat dingen op te bouwen. Dus dat gaan we ook zeker gebruiken. Ik ga nu denk ik even wat bomen overal neerzetten. Van die schematic dinges die ik heb gedownload. Dus ik denk dat ik die eerst ga neerzetten. En dan alles met water gaan toevoegen. Wat ook natuurlijk nog moet komen. Ik denk dat we dan een aardig eind op weg zijn met ons Mexicaanse gedeelte. Dus ik ga nog even door. En dit gras hier allemaal weghalen. Want dat hoort helemaal niet thuis. Weg. Weg, weg, weg. Nou ja, in ieder geval, ik ga nog even lekker doorbouwen. En, hey, het is kapot. Was het zo? Volgens mij wel. Of was het een trapje? Zal wel een trapje zijn geweest. Zo. Zo, ik ga nu in ieder geval nog even doorbouwen. En ik zou zeggen, nog even veel kijkplezier.
dit is wat ik ervan heb gemaakt voor vandaag. Ik vind het er op zich best netjes uitzien. Ik weet alleen nog niet helemaal zeker of ik die hele grond wil doen. Ik weet niet of het super mooi is. Laat daar maar wat reacties over achter. Ik ga nu nog even hier wat aan deze kant wat dingen verder afmaken. Zodat het hele pad waarschijnlijk straks dadelijk al af is. Ja, laat jullie commentaar en reacties achter over dit gebied. Ja, dan kan ik daar wat mee en dan kan ik allerlei dingen veranderen. Mochten jullie zeggen van, nee, dit is super lelijk, waarom heb je dat gedaan? Dan zeg ik, oh ja, je hebt gelijk en dan verander ik dat. Dus, laat absoluut jullie reacties achter. Wat ik zelf een beetje dacht, we zouden hier een houten achtbaan kunnen maken die een beetje om die tempel heen gaat hier. Dus dat lijkt me wel leuk. En dan bouwen we hier bij deze berg bouwen dan een waterbaanachtig ding. En dan kunnen we de overige ruimte nog voor andere dingen gebruiken. Dus laat jullie reacties maar achter. Ik ga nog even een klein stukje bouwen. En dan zie ik jullie weer als ik daar ook mee klaar ben. Nou, dit is wat ik er vandaag van heb kunnen maken. Ik heb echt, even kijken, ik heb hier nu
2 uur aan gewerkt. Dus nee, 2,5 uur heb ik hier aan gewerkt. Dus ik moet zeggen, we zijn best ver opgeschoten. We hebben hier, nou ja, een simpel muurtje heb ik neergezet. En het hele landschap is af. We zijn begonnen met een hoop zand en gravel. En nu hebben we een best mooi uitziend stukje landschap. Dus, hopelijk vond je het allemaal een leuke video. Laat absoluut al jullie ideeën achter in de reacties. Dan kan ik die allemaal gebruiken. En ja, laat even een duimpje omhoog achter als je het echt leuk vond. Abonneer als je het nog niet had gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!